In Antwerpen zijn maar liefst de helft van de bewoners van allochtone origine. En dat aantal stijgt ieder jaar met 1 procentpunt. Wat is Bart de Wevers' opinie over identiteit en wat zijn mijn kanttekeningen? Waar de liberalen vooral goedkope werkkrachten zien, ziet extreemrechts toch vooral profiteur. De globalistische instelling van liberalen en linksen heeft ervoor gezorgd dat er een enorme impact van migratie is op ons land. Het Free for All-beleid heeft ervoor gezorgd dat er een grote instroom vluchtelingen is. Maar blijkbaar is het niet zoveel beter gesteld met in België, gebo in België geboren inwoners van een vreemde nationaliteit. Volgens de cijfers van OESO is slechts de helft van hen aan het werk. Het gros van immigratie naar ons land komt door gezinshereniging en humanitaire kanalen zoals asiel. Slechts 53% van de naar België afgezakte migranten. Is aan het werk, zegt Eurostad in 2019. Ondertussen zijn er ook meer en meer buitenlanders die recht hebben op een leefloon. De druk op ons sociale systeem is enorm. Wat is volgens Bart de Wever de oplossing van het migratiebeleid? Wel, hij wil dat we investeren in de opvang van oorlogsvluchtelingen in het land van herkomst, in de regio van herkomst. Asielprocedures moeten van daaruit gestart worden en niet in Europa. En ze moeten een veilige hervestiging naar Europa krijgen. Volgens de Wever is de opdracht die nu volgt die van het vormen van een gemeenschap met die mensen van allochtonse origine. We kunnen andere culturen niet aanvaarden zonder ze op te nemen in onze gemeenschap. De religie hoort tot de privésfeer en kerk en staat moet gescheiden blijven. Ook belangrijke rechten zijn die van homo's en vrouwen. Wist je dat meer dan de helft van de Britse moslims vindt dat homoseksualiteit illegaal zou moeten zijn? Ook is er veel antisemitisme onder de moslims. Ik zeg niet dat het iedereen is, maar het gebeurt. Op zich, niks mis met een instroom van moslims, zolang deze zich aanpassen aan onze cultuur en aan onze wetten en plichten. Wel een gevaarlijke trend is het cultuurrelativisme, ook wel het identitaire nihilisme van het postmodernisme. We zetten onze tradities en gewoontes in een hoekje en we beschouwen ze als minderwaardig. Anderen hun cultuur, anderen hun cultuur en tradities plaatsen we hoger dan die van onszelf. Neem nu bijvoorbeeld het aanpassen van kerstmarkten naar wintermarkten. Waarom is dat nodig? Wat is er mis met het vieren van de geboorte van Jezus Christus? Is het omdat we onze roots van het christendom vergeten zijn? En daarbij: Jezus is ook een figuur binnen de islam. Dus het is toch helemaal niet erg dat we dat vieren. Het botsen van culturen en het vermengelen van onze waarden is niet gemakkelijk. Wij Belgen staan voor een grote uitdaging. Hoe nemen we mensen van een allochtone afkomst op in onze maatschappij? Als deze mensen goed geïntegreerd worden, hebben we ook minder kans op extremisme. En totale haat van de Belgische cultuur die daarachter staat. Puntje bij paaltje komt, is het heel belangrijk dat staat niet ondergeschikt is aan religie. In onze moderne wereld hebben we de draaglast van christendom grotendeels van ons afgeworpen. Ook al zijn vele van die tradities bewaard gebleven. Laten we nu niet andere religies in die plaats zetten en boven ons plaatsen. Religie en staat moeten gescheiden blijven. De wetten moeten gerespecteerd worden. Conclusie. Niets mis met migratie, zolang een goede integratie gebeurt. Als je tot hier geraakt bent, drop dan een banaantje in de comments en like en subscribe voor meer. Ciao!